Ik word hier gewoon heel erg blij van. Mijn familie, een paar vrienden en ja, dat zij erbij waren in Rio. Dat, ja, ik vond het fantastisch dat ze erbij waren. Zij zagen dat ik heel veel plezier had in het tennissen. Hebben zij heel veel dingen opzij gezet om voor mij alles mogelijk te maken om te kunnen tennissen. Zij reden 4 keer per week op en neer naar mijn trainingen. En ja, mijn broertje was toen net geboren, maar ja, ze hebben er heel veel voor opzij gezet. En op een gegeven moment zeiden ze wel van, met alle beste, de beste wil van de wereld, we moeten wel gaan zoeken naar sponsoren, want wij kunnen het anders straks ook niet meer betalen. Soms de balans wel even zoeken. Maren die sport 6 keer in de week. Dus ouders hebben ja, los van een gewone ontwikkeling van een kind al redelijk wat dilemma's hoe je in de puberteit omgaat met je eigen kind. Maar daarnaast is het een extra uitdaging als een kind veel sport en op hoog niveau sport om te zorgen dat hij dat zo goed mogelijk kan doen. Bijvoorbeeld de balans met school, sport en het sociale leven. Waar leg je de nadruk op? Waar zorg je als ouder voor? Een juiste balans voor prioriteiten, keuzes maken. Met het doel om een kind zelfstandig te maken. Maar hoe pak je dat aan? En mijn ervaring is dat er vanuit de doelgroep ouders heel veel vragen zijn daarover. Dat ze graag hulp willen, dat ze graag met elkaar in gesprek willen gaan. Hoe andere mensen dat doen. En wij bieden vanuit Topsport Gelderland daar workshops voor aan. Om te kijken hoe je die rol zo goed mogelijk kan invullen. Het fijnste wat mijn ouders eigenlijk altijd hebben gezegd, zie maar of je het kunt. En kun je het niet, nou dan weet je dat snel genoeg.